4 jaar geleden, in het begin van 2005, moest ik een stukje schrijven in de krant over precies dat soort dingen die de Corriere della Sera onlangs in verheven vorm waarnam. Het was een ondanks alles vrij optimistisch stuk waarbij ik veel werk maakte van de stelling dat we onze veelgeroemde tolerantie zijn kwijtgeraakt. Dat lijkt nu, 4 jaar later, een understatement van je welst. Het woord tolerantie klinkt tegenwoordig als een archaïsme. Het begrip heeft geen enkele relevantie meer voor onze huidige samenleving. In het politiek discours van het moment durft niemand het woord nog in de mond te nemen. Hij of zij zou kamerbreed van SP tot PVV worden uitgemaakt voor een ouderwetse, softe, geitenwolle sokkendrager die irrelevant multicultureel gewauwel uitslaat. Een gevaarlijke gek, want zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Zoveel is ons wel duidelijk geworden. Want wat hebben die decennia van tolerantie ons allemaal opgeleverd? Kut Marokkanen en no-go areas. Extremisme. Een almaar groeiende vijfde kolonne die het dierbare vaderland van binnenuit wil omvormen tot een islamitische republiek. Straks lopen we hier allemaal in een boerka. Dat krijg je van je tolerantie. De politiek van vandaag schreeuwt om het keihard aanpakken van problemen. Hetgeen betekent het keihard aanpakken van kut Marokkanen en andere moslims die het op onze avondrust, dochters, veiligheid en kwetsbare rechtsstaat hebben voorzien. Het woord tolerantie wordt tegenwoordig alleen nog in ontkennende zinnen gebruikt. We kunnen het niet tolereren dat extremisme en straatterreur ons land onleefbaar maken. Het gemene volk heeft het eigenlijk nooit zo gehad op die moslims en de politiek van vandaag heeft de moed niet zich van het gemene volk te distantiëren. Dus vindt er een wapenwedloop plaats tussen de politici van steeds verdergaande voorstellen tot steeds hardere repressie van probleemjongeren, extremisme, uitingen van een niet-christelijk geloof die ons onwelgevallig zijn, immigratie, huwelijksmigratie, gezinshereniging en ga zo maar door. De PvdA van nu doet voorstellen die een paar decennia geleden zelfs nog te rechts waren voor de centrumpartij van Jan Maat. Allemaal om in de ogen van het gemene volk niet softer te lijken dan de anderen. Oog hebben voor de problemen, zo heet dat tegenwoordig. De problemen bij de namen noemen, zo heet dat tegenwoordig. Maar het is niets dan een funeste en beschamende rat race van repressie, die het gevoel van uitsluiting bij de Marokkanen en andere moslims alleen maar vergroot en die daardoor de werkelijke oplossing van de problemen alleen maar moeilijker maakt. En niemand heeft oog voor de oorzaken van de problemen. Iedereen heeft er alleen maar oog voor om krachtig en probleemoplossend over te komen bij de kiezers. Ochlocratie noemde ik dat 4 jaar geleden. De dictatuur van het plebs. Het regime van de onderbuikgevoelens. Ik vrees dat dat de spijker op zijn kop was en dat het alleen maar erger is geworden. Het voornaamste symptoom van de ochlocratie is niet zozeer het feit dat er populisten opstaan als Fortuyn, Verdonk en Wilders, die proberen te scoren door onbeschaamd te roepen wat het volk roept en in te spelen op de onderbuikgevoelens van de man in de straat, zonder zich er een moer van aan te trekken of die opvattingen, plannen en voorstellen tot maatregelen wel conform onze wet zijn of politiek realiseerbaar. Het voornaamste en meest zorgwekkende symptoom van de huidige Nederlandse ochlocratie is dat het de reguliere politici aan moed ontbreekt om zich van deze populisten te distantiëren. Ja, af en toe in een debatje durven ze wel eens iets dappers te zeggen tegen Wilders of Verdonk. Maar iedereen is bang om een radicaal tegenovergestelde koers voor te stellen. Iedereen is bang om bij de kiezer de indruk te wekken dat hij softer is dan de populisten en dat hij geen oog heeft voor de problemen. Iedereen is bang voor de electorale suïcide die dat in hun ogen zou kunnen betekenen. En zo bepalen de populisten in hoge mate de agenda van de politiek, hoewel ze geen werkelijke machtsbasis hebben. Het is angst. En de angst wordt beteugeld met repressie en nostalgisch conservatisme. Mies Bouwman isolationisme, dat is het. Vroeger was het gezellig en daar hadden we toen Europa ook niet voor nodig. Buitenland was, een,
was zilverpapiertjes inzamelen voor de arme negerkindjes. En verder sluiten we om 6:00 het gordijn als er fijne shows op televisie zijn. Het is provincialisme, en dat bedoel ik als metafoor. De metafoor speelt in op het cliché van de provincie waar net de mensen wonen die de uitspattingen en losbandigheid van de grote stad met argwaan en hoofdschudden gadeslaan. Die niets heiliger vinden dan hun eigen aangeharkte leventje in rust en veiligheid. Die de voorspelbare dagen koesteren als een godsgeschenk en die alles het liefste bij het oude willen houden. Wars van fratsen en poespas. Het buitenland is iets voor in de zomer op de camping in de Dordogne. Iedereen houdt een oogje in het zeil. Iedereen houdt zijn voortuintje bij, gaat op zondag naar de kerk en helpt een handje in de parochie. Fatsoen moet je doen. Dat soort provincialisme. Volgens de heersende mode om problemen bij hun naam te noemen, is het sinds 2008 geaccepteerd om Marokkanen Marokkanen te noemen. Laten we niet om de hete brei heen draaien met z'n allen. Laten we het beestje bij de naam noemen. Het zijn de Marokkanen. Die verpesten het voor ons allemaal in ons ooit zo knusse en keurige landje door overal zomaar een beetje bedreigend op straat te gaan lopen rondhangen. En wie weet wat voor ander crimineel gedrag te vertonen. Het zijn geen probleemjongeren, geen wetsovertreders, geen immigranten van de tweede generatie met begrijpelijke en herkenbare integratieproblemen, geen Nederlanders van Marokkaanse afkomst. Nee, laten we ophouden met die politiek correcte eufemisme. Het zijn Marokkanen. Hoe zou ik me voelen als ik Marokkaan was? Zou ik instemmend knikken en begrip en bewondering opbrengen voor de moed van de Nederlandse politici, mijn eigen volksvertegenwoordigers, die het tijdperk van het politiek correct denken eindelijk achter zich hebben gelaten en de dingen bij hun naam noemen? Zou ik, kind van Marokkaanse ouders, geboren en getogen in Nederland, mij welkom, geaccepteerd en thuis voelen in mijn geboorteland, dat mij op grond van mijn afkomst als een potentiële crimineel beschouwt? Zou ik mij met overgave gebonden voelen aan de wetten en tradities van mijn westerse geboorteland? Of zou ik mij gaan oriënteren op het geloof en de traditie van mijn voorvaderen, omdat ik in de moskee wel voor vol word aangezien en word geaccepteerd als mens? En als geen werkgever mij wil aannemen omdat ik de verkeerde naam heb en omdat mijn volksvertegenwoordigers, de werkgevers en de rest van het land vertellen dat ik een probleem ben dat keihard moet worden aangepakt, een risico voor onze rechtsstaat, een radicaliserende terrorist die de verkeerde moskee bezoekt, zou ik dan gedwee met de Nederlandse grondwet onder mijn kussen gaan slapen? In afwachting van betere tijden, met het volste vertrouwen in de rechtvaardigheid van de Nederlandse rechtsstaat? Of zou ik dan zo langzamerhand tot de conclusie komen dat ik mij niet aan de regels hoef te houden van die zogenaamde rechtsstaat die mij uitsluit, discrimineert en vernedert?